touw vastgegroeid in de bomen. En? Met een ring. Gewoon met dit stukje ring. Als ik dit hier ga aanhangen. Ga nog eens helemaal zo, probeer eens met je benen ook nog een keer. Dat doe je dus zo, hè. Even wachten. Ja, vet cool. Ik kan niet meer. Nou, echt cool, hè, jongens. En het touw groeit dus in de boom. Ja. En wij weten niet hoe dat kan. Nee. Als je denkt dat je weet hoe het kan, laat het achter in de comments. Ja. Ja, wij denken dus dat het heel erg oud is en dat het is nog hele kleine boompjes waren en er groeide wat omheen. Ja. Dat denk ik dus. Ja. Kijk, ik kan gewoon eigenlijk... Eigenlijk heb ik hele wiesjes rond. Kijk eens. Ja jongen, we zijn in de... What? Het is hè, en mijn handschoen. Ook vies. Maar kijk, vinden jullie dit ook cool? Het achterin de comments. Tot straks. Een huis van mensen. Een beetje kapot gekwakt. Dus een hut. Noemen het nu een hut natuurlijk, maar vroeger noemden ze het een schracht. Schracht. Kom mee, we gaan naar de soortjes. Ik weet het zelfs niet. Cool? Ja, ze zijn cool, dat weet ik. Maar kijk, ze wiebelen ook een beetje. Ja. Nou, vertel eens wat over de hut. De hut? Hutten hebben ze takken of cellen of kapstokken ook. Dus, en glasplekken. En wij zijn nu de hut aan het bouwen, hè? Ja. Ja. En hier heb je dus een ondersteuning. Zodat als iets wel, dan krijgen we ondersteuning. Ja. Kom mee, we gaan verder in de hut. Dit is ook een gedeelte van de hut. Maar dan zonder shell en een beetje dicht. Ja. Dit is eigenlijk de slaapkamer. Twee bomen om je. En één stuk met grote takken dat je beschermt. Snap je? En dan? Oh, je snapt het wel, maar kijk hier. Oké, dit is stukken schors. Zie je dat? Zien jullie dat heel erg goed? Zo snel, dan vallen ze uit de boom. Maar vertel eens, wij zijn dus deze hut nu aan het maken, hè, dit huis. Ja, en dit? En we gaan elke keer gaan we weer wat doen. Dus we gaan in meerdere keren maken we dit huis. Ja, en dan maken we steeds meer onderdelen van hutten. En wat hebben we vandaag gedaan? Gewoon, zeg maar, het grote kamer maken met alles wat je maar wil. Kijk. Hier. Het plafond hebben we gemaakt, nog het dak. Iets cool over het touw wat ik net niet zie. Ja. Belangrijk. Dat die strak vast zit. Net als dat je een uur in een boom, 100.000 uur in een boom laat. En dan gebeurt er dit. Of, en dan hang je er zo, 100.000 minuten later, zo aan. Of zo aan. Kan ook zo, maar dat is meer voor grote kinderen. En dan. Zo ja. Dus, ik ga weer op de hut. Kijk. Hier is onze badkamer. Als het heel hard regent in de weg, hier naar rein, gaan we hier douchen. Of dit doen we. Dus. Goeie. Goeie is dat, hè? En daarachter is dan de wc, toch? Hier. Dit doe ik ook. Ja. Dan moeten we nog even een gat in de grond graven. Ja, en dan heb je echt een wc. Ja. En een heel diep gat. Hè?
Maar we hebben vandaag helaas geen schep. Nee. Dus volgende keer hebben we een schep mee. Ja, voor jullie. Dus kijk. Nou. Hier. Een mooi bos. En helemaal mooi. Tot straks. Ja. Gaan we nu doen? Terug naar huis, hè. Hard gewerkt. En we hebben ook een jungletuin met slakjes en boomstammen. En nog een kleine die we hebben daar. Net bij de poep. Dan gaan we het super vies sparen. En nu laat ik een andere helft van ons jungle. Van de Zwitsers zijn open. Tot hier. Het Zwitserleven, hè Boris? Hallo. En tot hier. En we zijn op land van ons. Dus tot 3 weken. Tot 3 weken. Daa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 a
Ik laat jullie nog meer zien over onze schip. Ik heb deze met me neergezet. Hij is omgevallen. Kijk. Wow. Daar is ineens een dikke slag. Hé, wat ligt daar nou? Waar? Die stokken, wat is dat? Vertel daar eens over. Oh, speren. Ja, laat eens zien. Eén, twee. Ja. Zien jullie die punten? Dat zijn dus speren. En hoe hebben we die gemaakt? Met mes en stokken, want jullie zien toch wel dat het stokken zijn? Ja, dat zien ze wel. Oeh, een stok. Het gaat regenen. Kom, we gaan onder onze Zwitserse boom. Onze Zwitserse boom. Ja. Even. Kijk, cambium schors. Wat voor schors? Cambium schors. Cambium schors. Jij weet ook niet wat dat is, hè? Laat zien dan. Wat kan je daarmee met cambiumschors? Dat kan je eten. Oh. Zal ik het doen? Hey, hoor je dit op de achtergrond? Onweer. Bij de andere straat. Bij de andere straat, ja. Kijk, hier heb je cambiumschors. Een laagje wit. Ah, hier is echt een cambiumschors. Stukken. Kijk dit dan, dat is echt cambiumschors. Een los cambiumschors gewoon. Oh ja, ik zie het. En? Lekker. Voedzaam? Ja. Ik doe het gewoon. Nee, ik heb een mes nodig zodat ik. Nee, we gaan niet in de boom snijden. Ik heb wel een schors nodig. Dus het oudste perkschors. Ja? Perkschors. Ja. No cambiumschors. Zie je, het regent. Ja. Daarom sta ik dus onder deze boom staan. Kijk, het lijkt hier ook wel eens, maar dan gaat het door de bomen heen hier. En dan, het is alleen maar goed voor de bomen, hè? En dan krijg je dit. Niet goed, kan doen. Kijk, de bomen zijn gewoon super oud. Toch? Ja. Ga je even bomen knuffelen? Wat doe jij? Kijk, dit zijn nog hele nieuwe kampen. Ja. Voedzaam is het? Nou, zeg maar even doei tegen je kijkers. Doei.